Grafieken in InDesign. You either hate it or love it. Maar we zijn in de periode van Valentijn, dus ik ga een keer zien of dat ik mij dit kleine tipje, de liefde voor grafieken, een beetje kan aanwakkeren. Let's check it out. Ik heb hier in Illustrator een live grafiek staan. Nu, wat wil dat zeggen, live? Dat wil zeggen dat daar data aan hangt. En als we de data gaan aanpassen, bijvoorbeeld maken we hier 100.000 van, niet 1 miljoen. En ik klik op aanpassen, dan zien we dat de grafiek aanpast. Nu, dat is wel een hele saaie grafiek, dus ik ga je een keer laten zien hoe dat je er dit van kunt maken. En ook deze grafiek. Save. En ook deze grafiek. Die blijft live. Dus zelfs met die complexe styling gaat die nog altijd updaten. Nu, hoe dat we dat doen, dat ga ik u direct tonen. Eventjes deze file sluiten en we gaan terug naar deze file. Goed, hoe beginnen we hieraan? Eerst en vooral, als je custom design wilt voor een bar graph bijvoorbeeld, dan heb je natuurlijk een elementje nodig dat je ontworpen hebt. En ik heb er hier al twee klaargezet. Het ene is een spuit of een syringe en het andere een capsule voor medicijnen. Dit zijn redelijk basic objecten als ik dat eventjes in outline modus laat zien. Er is niks speciaal aan, dat is gewoon een hoop vlakjes met kleuren en de capsule idem eigenlijk. Goed, nu vooraleer dat ik die kan gebruiken voor een grafiek, moet ik daar nog een paar dingetjes mee gaan doen. Eerst en vooral, ik ga hier een duplicaatje van maken om iets te demonstreren. En ik zet deze ook eventjes terug in het midden. Voilà. Dus, goed. Hoe voegen we zo eentje in? Ik ga naar het menu Object. En daar onderaan vind je de optie Graph. Nu, in het menu Graph, daar vind je eigenlijk alle opties die te maken hebben met een grafiek dat je geselecteerd hebt in Illustrator. Nu, ik ga naar het onderdeel Design. En daar kan ik, zoals je ziet, een nieuw design invoegen. Dus ik noem dat... Ik geef dat ook een naam natuurlijk. Spuitje, dan ga ik dat noemen. Oké, goed. Voilà, dat design is nu aangemaakt. En Illustrator kan dat gebruiken voor grafieken. Dus ik ga mijn grafiek gaan nemen. Nu, waar moeten we zijn om het design toe te passen? Ik ga naar Object terug, Graph. En dan moeten we naar het onderdeel Column. En in Column kunnen wij een design kiezen om toe te passen hierop. Nu, ik ga dat onmiddellijk bevestigen om het resultaat te zien. Voilà, dit is basically wat we krijgen met wat we nu gedaan hebben. Maar zoals dat je ziet, ja, er is iets aan de hand, hè, mensen. Dus zoals dat je kunt zien, zijn al die spuiten uitgerokken in dit geval. Dus ik ga nog een keer in het menu duiken. Graph, Column. Hop. En ik heb hier nog een aantal opties. Nu, wat kunnen we doen eigenlijk met dat element, dat design element dat we nu ingevoegd hebben? In dit geval gaat die scalen. Wordt gewoon keihard uitgerokken. Maar je kunt ook zeggen herhalen. En dan gaat hij je tekeningske gewoon een aantal keer herhalen. En er is ook de sliding optie. Nu, de sliding optie, als ik hier op oké ga duwen, er gebeurt iets vreemd mee, initieel. Dus de vorm ziet er al wat beter uit, maar er is iets aan de hand met dat interne ding. En nu voor die sliding uit te leggen, en daar ga je al ver mee geraken, ga ik hier nog één dingetje invoegen. En dat is het volgende. Ik ga nu deze spuit hier gebruiken om van verder te werken. Ik ga hier een regel in tekenen. Of eigenlijk gewoon een vectorlijn. En met appeltje 5 of commando 5 maak ik daar een hulplijn van. Okay, een guide. Ik ga hetzelfde ook al onmiddellijk doen hier bij dat pilletje. En ik ga ook hier, hop, een guide invoegen. Commando 5. Hop. En nu ga ik heel dat ding selecteren. Ik ga naar Object, Graph, Design. Ik maak hier een nieuw design van. Ik noem die
capsule. Rename. Voilà. En dan klik ik even op oké. Nu ga ik ook de spuit selecteren. En dan ga ik ook hier object graph design. New design, rename. En dan noem ik syringe. Klik ik op oké. Hop, poef. Zo, die twee nieuwe designs zijn ingevoegd. Nu, waarom heb ik daar zo'n hulplijn in gezet? Omdat Illustrator dat kan gebruiken om correct te gaan sliden, om het zo te zeggen. Dus ik ga nu naar object graph column. En nu neem ik er de syringe uit. Die staat nog altijd op sliding. Maar als ik nu op oké duw, dan ga je zien dat die eigenlijk netjes vanaf deze lijn dat uitrekt. Wat die doet, is eigenlijk net boven die lijn die pixel herhalen. Dus en dit tot de bovenkant. Nu, ik kan ook onmiddellijk een keer het andere design testen. Object graph column. En ik ga de capsule een keer uitproberen. Hop, en zo ziet dat eruit met de capsules. Nu, je ziet u ook hier bij de capsules. Ik heb de hulplijn boven het rode gedeelte gezet. Dus dat blijft netjes onderaan staan. Had ik de hulplijn in het rode gedeelte gezet, dan had dat uitgerokken geweest naar boven. Dus, zoals dat je kunt zien, grafieken in Illustrator zijn lang zo saai niet. Je moet gewoon een paar trucjes weten om daar mooie dingen mee te kunnen gaan maken. Dus ga zeker een keer op verkenning. Tot de volgende tip. Bye.